Hallo. Dat gaat iets beter gaan, ja. Hallo iedereen. Hoi, hoi. Ik ga eventjes wachten tot het een klein beetje voller wordt en dan gaan we beginnen. Hoi, hoi, iedereen. Veel namen weer dat ik ken. Altijd heel, heel fijn. Super. Tijd voor een sunny tutorial, zou ik zeggen. Vandaag het weer een beetje minder. Het zonnetje af en toe doorgekomen, maar de regen toch niet zo fijn. Hallo, hallo. Dus we hebben gekozen, of ja, ikzelf heb gekozen voor een beetje een zonniger thema. Voor ja, de aprilse grillen een beetje weg te lachen. Dus we gaan vandaag wat met wat goudachtige tinten werken. Iets subtieler, iets natuurlijker, iets anders dan vorige keer. Dus laat ons hopen dat het voor iedereen iets is. Nu, het zijn kleurtjes die ik heb gekozen die bij vrijwel elke oogkleur past. Dus het is voor iedereen handig. En dan gaan we eraan beginnen, denk ik, want het begint op te lopen, dus we gaan van start gaan. Goed, ik stel voor dat ik gewoon ga beginnen. Op het einde zal ik alle kleurtjes ook herhalen die ik gebruikt heb, zodat dat voor iedereen duidelijk is. In de tussentijd ga ik proberen om de vragen goed te antwoorden en snel te antwoorden. Moest dat niet zijn, zijn er heel veel collega's van mij die meekijken en dat voor jullie doen, wat dat super tof is, want dat is soms niet simpel, maar ik ga mijn best doen. Dus voilà, we gaan voor het zonnige thema vandaag. Goed, hoe gaan we beginnen? Ik heb al een dagcrème opgedaan van Rein Pharma, of course, mineralen productjes. En als eerste, of course, always, de primer. Must have. En altijd hetgeen waarmee dat je moet beginnen. Dus daar gebruik ik eigenlijk een R'tje van. En ik ga even tonen. Voor heel het gelaat, zowel voor de ogen als voor alles. Zo. Voilà. En dan ga ik die even verdelen. Dat kan met twee verschillende soorten borstels. Deze of deze. Ik pak mijn fletkaboekie er altijd voor. Hop. En dan stip ik alles een beetje aan. Dat ik overal een beetje product heb. En dan wrijven maar. Oh, zo fijn. Veel mensen. Hallo iedereen. Goed. Ik verdeel dat product goed. Ik ga ook altijd een beetje op mijn ogen. Er is ook een oogprimer. Ik heb dat in de vorige tutorial heb ik dat ook aangebracht. Ik doe die twee eigenlijk altijd. Dus, maar nu ga ik even met een deze werken. Dat ik deze primer eerst helemaal aanbreng. En dat is voor het heel gelaat dus. Zo. Goed. Dan. Op aanvraag, wat ik vorige keer niet gedaan heb, maar wat ook al wel veel in de tutorials aan bod is gekomen, is iemand van bij mijn familie, mijn nichtje, die op dit moment pas ook bevallen is van haar tweede kindje. Die heeft mij gevraagd om een concealer voor de walletjes, voor iets te laten zien voor de walletjes. Daarom dat ik dat nu even ga doen, een concealer aanbrengen onder mijn ogen, want zoals je ziet, ik heb daar ook wel een beetje last van, voor dat een beetje te verdoezelen. En bij jonge mama's kan dat soms al wel eens handig zijn. Voilà. Dus ik pak daar niet zoveel van. Dat is de Liquid Concealer. Ik pak daar een 2.0 voor. 1.0 kan ook perfect. 2.0 gewoon omdat ik de laatste dagen, zoals hopelijk iedereen, een beetje van de zon heb genoten. En toch wel, denk ik, een beetje kleur heb gekregen. Gebruik ik een 2.0 omdat ik dan vind dat die iets beter bij de kleur gaat. Welk borsteltje?
concealer brush. Dat is eigenlijk een... Zo kunnen jullie het zien. Voilà. Zo. En dan ga ik dat gewoon een beetje invrijven, zodat dat borsteltje dat product goed opneemt. Zo. Lisbeth Voortmans 2.0. Ik hoop dat je... Dat is inderdaad de concealer 2.0 dat ik gebruik. Als dat de vraag was. Voilà. Goed, dan ga ik deppen. Nooit wrijven, altijd deppen. Dan ga ik eigenlijk onder mijn ooglid zo'n beetje aanbrengen. Ik heb hier trouwens ook nog een spiegel staan, want dat is soms heel moeilijk op de gsm. En dan ga ik een beetje een driehoek maken. Al deppend. Zo. Andere kant ook. Ja, Charlene, concealerken, hè? Ook iemand, een vriendin van mij, die binnenkort mama gaat worden. Laat ons hopen dat de corona tegen dan wat gaat liggen is. Niet zo leuk nu, als je moet bevallen en je mocht zo weinig bezoek ontvangen. Voilà. Ik weet niet of je dat ziet, maar dat is al direct. Dan gaat je al wat beetje wegwerken. Wat je ook kunt doen, is een beetje concealer op je oogleden aanbrengen. Moest het zijn dat je geen primer hebt, wat ik wel sterk benadruk dat dat echt heel belangrijk is. Maar moest je het niet direct hebben, is dat ook wel iets dat werkt voor je product op je ogen goed te houden eigenlijk. Hoe vaak moet je borstels reinigen? Dat is een moeilijke. Nu eigenlijk zoveel mogelijk als je veel tijd hebt. Maar ik probeer dat toch wel... Hangt er vanaf hoeveel dat je ze gebruikt. Dagelijks gebruik je eigen borstels zou ik toch wel... Om de week, twee weken misschien. Ik vind dat gewoon leuk om met propere borstels te werken. Maar dat kan helemaal geen kwaad als dat borstels zijn die je altijd met hetzelfde gebruikt. Ja, één keer in de maand, dat is ook goed. Hè? Maar probeer borstels altijd goed te onderhouden. En dat kan met baby shampoo. Is dat iets dat heel goed is? Wel belangrijk, de kabuki bijvoorbeeld, die zelfs aan bod komt. Als je die proper maakt, die mag je niet zo leggen. Dan gaat die stuk. Die moet je eigenlijk zo laten drogen. Goed. Het is maar een tipje dat ik geef. Goed. Concealer. Done. Dan. Toch al direct veel beter. Ik ga de mineral foundation skippen. Waarom? Ik wil gewoon een look die ik vrij snel kan creëren. Die vrij glowy is. En dat ik zeg van, daar moet ik niet te veel tijd in steken. Dus ik ga dat even achterwege laten. Want ik gebruik eigenlijk dagelijks alleen maar de liquid powder. De mineral foundation 3.0 gebruik ik, hangt er een beetje vanaf wat kleurtje dat je hebt. Winter gebruik ik 2.0. Nogmaals, ik ben een witteke. Zomer 3.0. Of nu, zoals we tijd hebben gehad voor een zonnetje te zitten. 3.0 voor mij. Hangt een beetje af van persoon tot persoon. In ieder geval, als we... terug mogen gaan testen bij de apothekers en zo. Kunt je altijd wel daar wat advies vragen voor is te testen. Als je het echt niet weet, of je stuurt gewoon naar ons. Hè. Wij zijn er daarvoor voor jullie te helpen. Voilà. Goed. Wat ga ik daarmee doen? Ik ga daar een beetje product van in mijn dekseltje. Dus je kunt daarop kloppen. Of zo. Totdat je voldoende product hebt. Zo. En dan gaat je kabuki daarin zetten. De vaste kijkers kennen dat. Die weten wat dat is. Dus je moet goed duwen dat dat product goed in dat borsteltje zit. Voilà. En dan zit dat product goed verdeeld in dat borsteltje. Voilà. En dan gaat je eigenlijk opnieuw aanstippen. Voor overal wat product te hebben. En dan gaat je draaien. Draaien. Zo. Voilà. Ik ga ook altijd heel even over mijn oogleden daarmee, omdat die primer die er dan op zit, zo direct een beetje droger wordt. Hoewel dat je heel snel intrekt en keigoed riekt. Een lentegeurtje. Ik ga ook altijd wat in mijn nek. Want anders heb je dat verschil, dus. Gaat je in je nek. Stel dat je zegt, dat doe je niet, dat is het niet, dat is niet genoeg. Je mocht altijd bijpakken.
Less is more. Wilt je er natuurlijk uitzien? Minder. Je hebt echt niet veel product nodig. Dat is zo het positieve punt aan die producten. Je komt daar keilang mee toe en er zit keivel in. Dus denk niet, ik moet dat potje hier volkappen. Dat is niet. Je moet er maar weinig van pakken. Het is beter om 3 lagen te leggen dan ja, 1 laag en dat je buiten komt en dat je knaloranje ziet bijvoorbeeld. Hè. Ik ga nu nog een beetje bijpakken omdat ik mijn hals wil meenemen en omdat ik vind dat daar niet genoeg in zit. Voilà. Voilà, dan ga ik even nog hier eens wrijven. De oren mocht je ook altijd meenemen. Alles kan. Voilà. Zo. That's it voor de Loose Mineral Foundations. Zo. Ik weet niet of jij dat ziet, maar ik vind dat je direct al ziet dat dat alles wat galer maakt. Dus, top. Kabuki hou ik altijd dichtbij. Is super handig voor dingen weg te werken trouwens. Dus die gaat ze biedt sowieso nog aan bod komen. Dan ga ik voor een kleine contour. Ik heb een wat ronder gezicht. Als ik zo doe, ziet je. Ik heb zo een wat ronder gezicht. Dus ik ga een beetje met schaduw werken. Dat kan met 2 verschillende productjes. Dat kun je met Le Soleil doen. Je hebt dat voor 2 verschillende soorten. Ja, je hebt dat voor blondines en voor brunettes. Deze is voor brunettes. Het verschil is gewoon dat die iets intenser is. Dan kun je ook werken met contourpaletje. Voor de mensen die het niet kennen of nog niet gezien hebben, of die voor de eerste keer meevolgen, een absolute aanrader voor mensen die nog niet veel producten hebben eigenlijk. Daar zit alles in. Daar zit een blushje in, daar zit een bronzer in, of als contour gebruikt wordt, en een highlighter in. Dus dat is ideaal. Contourpaletje. Voilà. Ik ga voor, omdat ik die het tofste vind ook, omdat ik die dagelijks gebruik, voor Le Soleil. Voilà. Daar ga ik mijn borsteltje voor pakken. Mensen die niet weten waar dat ze die moeten aanbrengen, dus je dept een beetje. Dat is vrij... dat pakt heel goed. Dus wat ik meestal doe, is heel even op mijn hand afdeppen. Want ziet je, dat is redelijk intens. Zo vermijd je dat je eigenlijk direct te veel product hebt. Moest dat nu toch zijn dat je zegt, ben dat vergeten en je hebt dat gedaan, geen probleem. Daar is het wonderborsteltje dan weer voor, onze kabuki. Dus ik ga de ene kant gewoon nu doen terwijl ik heb afgedept en de andere kant ga ik wat intenser doen om je te laten zien dat je dat kunt wegwerken. Nathalie, nog een volledig startpakket kopen? Geen probleem. Je moet je gewoon wat... vragen. Je kunt altijd via Messenger, via Facebook, de mensen van 100% contacteren. Je mocht ons allemaal, de adviseurs, de ambassadeurs, de visagisten contacteren, zelfs de apothekers. Allemaal contacteren en vragen stellen wat het beste is om een starterspakket. Voor mensen die het niet weten, vraag het. Er zijn geen foute vragen. We willen jullie allemaal helpen. Goed? Voilà. Dus, het schaduwen. Als je niet weet waar je begint, en dat is ook soms moeilijk om te tonen zo via het camerakje, dan doe je gewoon het visje. En eigenlijk de bedoeling is dat je onder, hier vlak onder het kaakbeen eigenlijk, gaat werken. En dat je een streepje maakt zo. Ziet je, dat is heel, heel intens, hè? Geen probleem. Zo kom ik ook niet buiten. Je kunt dat allemaal wegwerken. Kan je de bronze blush ook gebruiken in de plaats van de bronze? Ja, kan zeker. Die glinstert gewoon wel feller. Dus, maar dat kan allemaal. Hè. Dus alles is mogelijk. Dit is iets matter. De bronze die gebruik ik bijvoorbeeld voor echt met een blush. Maar die kan echt wel ook voor gewoon een bronzer gebruikt worden. Geen probleem. Voilà. Andere kant, want anders zie ik er helemaal fout uit. Voilà. Dus, zoals je ziet, dat is niet schoon zo, maar dat is direct weg, beter even. Daar mocht je dus wel even mee overdrijven, omdat je hiermee kunt laten zien dat je dat gewoon ziet. Dat is toch fantastisch? Allee. Dat is toch gewoon geweldig? Ziet je nu... dat aan mijn gezicht... Ik vind, boom, dat ik 5 kilo kwijt ben. Ik
vind dat toch. In mijn gezicht, hè. Voilà. Zo. Dat is dat al. Nogmaals. Dat is misschien nog iets dat ik vorige keer niet gezegd. Als je dus als mij... En ja, ik ga dat gewoon zeggen, dat is een groot voorhoofd hebt, dan kun je ook met schaduwen hier gaan werken. En dan kun je even zo hier bijvoorbeeld wat gaan. Ja, nu zit die glans van mijn belichting hier op mijn kop, dus dat doet er niet goed aan. Maar geloof mij, dat werkt echt. Mensen met een groot voorhoofd, kun je zo'n beetje hier... Voilà. Ik zal het op mijn foto nog wel eens achteraf tonen, dat je ziet dat dat veel uitmaakt. Goed, dan de blush. Vorige keer, dus zoals ik net al zei, pak ik de bronze blush. Dat is mijn all-time favorite. Maar ja, je moet natuurlijk ook eens iets anders tonen. En ik heb nu zo een beetje geprobeerd met een corail. Dat is zo een iets heviger kleurtje. Maar ik vind die lijkt hevig, maar dat valt echt supergoed mee. Dus ik ga even... ook weer op dezelfde manier kun je product pakken. Zo. Verheugd, ja. En dan met mijn blush. Je ziet, is ook de moment voor mij. Ik ga morgen ook mijn penselen proper maken. Ik ben eigenlijk niet echt de schminker de laatste dagen, omdat ik niet buiten kom. Maar het is wel nodig, hoor. Dus ik ga dat toch wel doen. Voilà. En dan ga ik mijn penseeltje in mijn potje wrijven. Nee, Charlotte. Bij een klein voorhoofd best niet. Dan moet je het juist, dan mocht je er eigenlijk niet te veel aan doen. Dan is het best dat je zo laat. Oei, ja. Ik heb een naaktkat. Hè. Het kan zijn dat je zelfs een heel akelig dier even zo op de leggers gaat zien rond. Geen paniek. Dat is geen monster, die doet niks. Dat is Dreken, mijn sphinxkat. Zeg het maar gewoon. Dat hier biedt geen mensen de dingen verlaten. Voilà. Ik klop die even af. Hop. En dan ga ik... Je kunt ofwel met appeltjes werken, maar ik wil dat een beetje omhoog trekken. Dus ga ik eigenlijk hier... Dat zo wat meer hier naar boven toe. Andere kant ook. En ik ga dat meer naar boven toe. Ook weer hetzelfde van wat ik daarnet liet zien met die kabuki. Stel dat je nu zegt, oei, mannen, wat heb ik nu gedaan? Kunt je ook perfect met die kabuki dat wegdraaien een beetje. Hè? Dus dat gaat. Hè? Maar ik vind niet dat ik te veel gepakt heb. Dus ik ga daar eens goed op. Voilà. Een beetje kleur mag, on a rainy day. En het moet plezant blijven. En je moet het zien, hè. Ziet je? En hier zit je nog mijn contour. Voilà. Zo. Goed, blushje. Gedaan. Dan gaan we naar de oogjes. Mijn highlighter zoek ik altijd op het einde. Iedereen heeft daar zijn eigen... Er is geen moment dat je zegt, je moet dat dan doen... Dat kan. Ik vind dat achteraf. Doe dat altijd achteraf. Ik ga met twee paletjes werken. En een apart kleurtje. Apart in een potje. Ik ga met zowel paletje nummer 1 als met paletje nummer 2 werken. Mijn favoriet paletje is wel paletje nummer 2. Waarom? Omdat ik vind die glinster... Daar zit net zo wat meer. Dat is echt... voor een echte glow te krijgen vind ik dat wel tof. En voor uit te gaan geeft dat ook iets van meer. Plus, de gouden tintjes die daarin zitten zijn fantastisch. Hoewel ik ook wel moet zeggen dat in deze ook een hele toffe zit. En dat ga ik zelfs ook wel laten zien, die kleurtjes. Maar de 1 ga ik gebruiken om in een basis te zetten. En je gaat met de blush omhoog en dan niet op de appeltjes om gezicht te versmallen. Ja, nu, op zich kan dat geen kwaad. Je mocht appeltjes maken, dat is ieder zijn goesting. Maar om mijn gezicht wat... te versmallen en het geheel wat mooi te maken met mijn contour en met mijn blush, trek ik dat omhoog, omdat ik vind dat dat alles wat smaller maakt. Ik zou zeggen, probeer het. Probeer de 2. Maak eens een keer een appel. Als je twijfelt, is met een appeltje maken. Ik weet dat Caroline en heel veel andere mensen daar de tutorials appeltjes... Dus er zijn er genoeg tutorials die tonen hoe dat je een appeltje aanbrengt. En dan dit eens doet en zelf even vergelijken wat je zelf het beste vindt. Maar ik vind dat dit wat versmalt als je het naar omhoog trekt.
Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op jouw vraag. Goed, oogschaduw, dus de basis. Ik ga daarvoor de beige pakken. Zo. Zijn dat allemaal matte kleuren? Nee. Paletje 1 niet allemaal, maar wel het merendeel. Wat je niet in paletje nummer 2 hebt. Er zitten veel meer matte kleurtjes dan in palet nummer 2, Paulien. Je hebt daar vooral voor de basis en voor ja, een donkere kleur voor onder je... voor uw arcadeboog eigenlijk te maken, is dit paletje wel heel ideaal en voor het meest natuurlijk effect. Dus meer matte kleuren in dit paletje. In palet nummer 2 meer glow. Dus de twee zijn perfect combineerbaar. Voilà. Goed. Dus de beige ga ik daarvoor pakken. Zo. Met mijn borstelje ga ik wat product pakken. En dan ga ik gewoon, hier moet je niet zeggen van ik moet precies werken, ga gewoon op je bewegend ooglid. Hop. Hup. Je mag zelfs tot van boven gaan. Kan absoluut geen kwaad. Mag. Zo. Stel nu dat je zegt, ik wil dat die make-up die ik nu aanbreng echt super, super lang blijft. Die primer is al goed, maar een eye primer is toch nog wel... Dat houdt nog net iets langer. Dat zorgt ervoor dat je geen streepjes begint te krijgen. Voilà. Zo. Zo. Over heel mijn oog. Nog een beetje pakken. Goed. Dat is de basis. Dat is niet moeilijk dus. Ik kan je palet 2 laten zien. Natuurlijk. Paletje nummer 2. Ziet je dadelijk het verschil? Het zijn allemaal shiny colors. Dus ik ga die zelfs in detail nog wel even laten zien met de kleurtjes waarmee ik werk. Je ziet heel duidelijk dat er een verschil is met paletje nummer 1. Ik snap dat het moeilijk is om direct 2 paletjes aan te kopen. Dat misschien dat de kost wat te groot is. Maar ik zou zeggen, als je dan zegt ik moet echt iets kiezen en met iets beginnen, dan raad ik wel 1 aan. En als je dan zegt van, ja, wat je sowieso gaat zeggen van, dit is echt fantastisch, dan koopt je een tweede bij. Dus, maar die is echt meer shiny. Goed. Dan ga ik voor mijn arcadeboog. Dat doe ik met een platter borsteltje. Ziet je? Dat is een platter borsteltje. En daar heb ik voor gekozen om met de karamel te werken. Dat is een warm bruin kleurtje, vind ik. Dus heel, heel, heel tof. En daar ga ik een heel klein beetje van... Ik zou niet aanraden om te kappen. Ik zou dan eerder zeggen van, je pakt je borsteltje en je doet daar zo'n beetje met je penseeltje in. Voilà. Ja, hè, het is bijna moederdag, hè, mensen. Dit is gewoon... Dit is echt ideaal, hè. Sowieso, hoor. Ik zou het echt ook graag krijgen, hoor. Absoluut. Mijn vent kijkt mee. Hè, Vince? Voilà. Dan ga ik even dat product zo wat in mijn borstelje. Zo. Ik ga mijn hand ervoor houden, dan zie je dat beter. Voilà. Fallout, dus als je product hebt dat hier valt, als dat gebeurt, geen probleem, kunt dat wegwerken. Maar ik doe meestal zo even... Blaas heel even op mijn borstelje. Voilà. Zo. En dan gaat je... Ja, kanel ook. Sowieso. Dat kan ook eventueel. Geen probleem. Dus ik pak nu gewoon een basiskleur. Ik moet nu zeggen, voor mijn arcadeboog aan te zetten, pak ik altijd, ga ik precies altijd in de donkere, bruine, matte tinten. Je kunt daarvoor... Ik heb vorige keer groene shades gebruikt. Dus groen is ook een donkere kleur. Gaat ook allemaal, hè. Als je maar in die donkere... Ik vind dat het effect mooi is als je langs de buitenkant met wat donkerder naar echt licht gaat. Geeft een heel mooi effect. En een mooie overgang naar in het geheel eigenlijk. Voilà. Welke kleur was dat? Karamel. Karamel is dat. Ik zal het straks allemaal nog wel eens overlopen voor jullie. Ik hoop dat ik iedereen zijn vraag hier beantwoord, want dat is soms zo moeilijk. Ik ga hier mijn arcadeboog. Als mensen die dat niet weten, onder uw bot hier eigenlijk, is zo waar u tussen uw oogbol en uw bot, hier moet je eigenlijk een aanzet doen. Dus je gaat eigenlijk gewoon, hup, je borstel hier zetten en dan gaat je een beetje wrijven. Zo'n beetje. En je zorgt dat dan een beetje zo
een driehoekje eigenlijk is, dat je eigenlijk het uiteinde van je oog mee hebt. En dan wrijf je maar. En dat is al wat fel in het begin. Ziet je? Dat is al wat fel. Ik vind dat nog niet fel is, want ik weet wat het effect dat het geeft als je het... Dus ik ga zelfs nog wat meer pakken, zodat jullie dat goed zien. Wat voor een verschil dat is, als je dat blendt. Dat is de magie. Magic. Goed. Oh, toekomstige pruitjes. Zo leuk. Hey Marlies. Andere kant. Zo fijn dat er bruidjes meekijken die ik op mijn programma heb staan. En hopelijk dat de corona dan door is. Dus hier ga ik ook weer. Dus ik ben eigenlijk gewoon, hier ben ik echt goed aan het aanzetten. Voilà. Je ziet, ik heb hier dus mijn uitval. Dat is helemaal niet erg. Je kunt altijd al met de kabuki zo'n beetje wegdoen. En anders heb ik ook nog altijd zelfs een tipje. Het is een beetje vals spelen, maar oké. Goed, dat was met deze borstelken. Dan blenden. Blendborsteltje. Kan dat ook met café, of course. Het zijn allemaal goede kleuren. Die lijken heel hard op elkaar trouwens. Cafés, ik denk een... is, moet ik het zeggen, een iets grauwer kleurtje. Karamel is iets warmer. Het geheel is warmer, dit. In café gaat perfect ook, hoor. Dus ook een hele, hele mooie combinatie. Goed, we gaan blenden. Cirkelbewegingsjes maken. En dan gaat je dat product mooi verdelen. En gaat je een super, super natuurlijk effect krijgen. En de bedoeling is natuurlijk dat we de zon in huis halen. Dus blend maar. Zo. Voilà. En als je nu het verschil ziet... Ziet je? Dat is totaal niet meer fel, hè? Dus dat is super. Dat is een hele warme kleur. Blenden gewoon. Als je nu kijkt, je zegt inderdaad... Café lijkt me veel lichter. Maar als je het nu geblend hebt... Test ze maar eens. Mijn schoonvader is ook aan het kijken. Ik denk echt dat ik die volgende week, als hij zijn eigen nog hard verveelt en we niet terug mogen gaan werken, dat ik ook bij die, dat ik die ga aantreffen met oogschaduw op. Dus voilà, ik blend weer. Mag je daar zowel matte als glanzende donkerkleuren voor gebruiken? Ja, ze raden meestal aan van het mat te werken. Ik moet nu eerlijk zeggen, ik durf ook wel daar een glans op zetten. Dat kan. Make-up aanbrengen is proberen, is een kunst. Alles kan. Er is niks. Niks moet. Alles mag. Dat is het leuke daaraan. Dus je mocht echt alles testen. Ik doe dat ook. Dus dat is zeker, zeker een mogelijkheid. Ik vind het ook soms tof dat er zo'n glitterken in zit. En zelfs ga ik ook nog met een glitterke werken. En ga je ook nog zien dat dat zo'n beetje een andere manier is. Ziet je? Ik weet niet of dat het licht goed is dat je dat ziet. Wat is nu het verschil? Hier ben ik een beetje te laag gegaan. Dus pak ik gewoon mijn concealer brush. Een magico, zo Boomba zeggen. En wat heb je dan als je te lang met je kinderen in je kot zit? Magico. En dan gaat je gewoon en je trekt dat zo met je lijntje omhoog. Mannetjes. Alles direct opgelost. Voilà. Basis is gelegd. Als je zegt van... Oh, ik vind dat wel schoner als dat nog feller is. Je kunt, als je verder naar boven blendt... Heb je dat, dus je kunt nog verder boven blenden. Hè? Maar de bedoeling is dat ik vandaag een sunny, subtiele look doe. Dus we gaan dat nu gewoon even zo houden. Dan gaan we naar paletje nummer 2. Dus zoals ik daarnet al toonde... We gaan dus voor de gouden tinten gaan vandaag. Ik heb gekozen voor Sunny. We gaan voor de Sunny gaan. Dat is een deze. Ik weet niet of jullie dat goed zien. Dus die staat naast de gouden van Primavera. Dat is de Sunny. Die gaan we werken voor het bewegend ooglid op te vullen. Ik ga met de
primavera, zelfs in mijn ooghoekje. En dan... Dat ga ik zelfs zeggen, wat ik zelfs ga doen. Dus we gaan eerst beginnen met de sunny, anders wordt het te verwarrend voor iedereen. En dat ga ik met mijn smudge brush doen. Hop. Fantastisch penseelje ook, daar kun je heel veel mee doen. Ooglid, onderste wimperrand, bovenste wimperrand, alles. Ik ga hem voor 3 gebruiken vandaag. Sunny, ik pak mijn product. Deppe. Dat mag veel zijn, dat mag weinig zijn. Je gaat zien als ik dat aanbreng. Dat is in even zo fel. Nogmaals, je blendt dat. Als je zegt van, ja, maar nu heb ik dat glansje precies al wat weggeblend, dan stipt je dat achteraf terug aan. Dus ik ga dat zelfs laten zien hoe je dat doet. Is zo'n effect met oogschaduw ook goed voor brildragers? Natuurlijk, zeker. Voor brildragers mag dat zelfs wat feller zijn. Dus dan mocht je wat feller werken. Dus wat ik nu doe is, het is een subtiele look. Als je zegt van, ik heb een bril, dan... Kun je nog altijd zeggen van, oké, ik pak terug mijn penseel en ik zet dat nog eens wat aan, dat dat wat feller is. Als je een bril draagt, mag dat fel zijn. Zeker en vast. Kellen, kan je mijn lijstje bezorgen van de must-have producten? Den David nog tippen dat moederdag is. Ik ga daar zeker voor zorgen. Absoluut. Goed. Dan, bewegend ooglid. Dan ga ik eigenlijk... Ja, ik ben iemand die zo trekt aan mijn ogen. Maar ik hoop dat jullie dat goed zien. Dus dan ga ik eigenlijk... deppen over mijn bewegend ooglid. Ga ik helemaal deppen. Zo. Gold. Voilà. Dat mag meer zijn. We zijn in zonnige mood. We vergeten de regen. We gaan er volledig voor vandaag. Andere kant... Zo. Quick and easy. Voilà. Dan pak ik terug. Ik was hem al kwijt. In de chaos. Mijn blendborsteltje. En dan ga ik gewoon eigenlijk zorgen dat hetgeen wat ik heb aangezet aan mijn arcadeboog mooi overvloeit. En dan ga ik gewoon een beetje weer die cirkelbewegingsjes maken. Niet beginnen... Gelijk een zot. Gewoon zachtjes, heel zachtjes. Een massage geven aan je ooglid. Eigenlijk, als ik het zo zeg en voel. Zo. Ik ben blij dat de mensen het interessant vinden. Die sunny hoef je ook niet nat te maken. Nee, hoeft niet. Je kunt hem mat maken. Je kunt hem nat maken, maar in principe hoeft dat niet, omdat dat effect is sowieso al fel. Zoals je nu ziet, is het wat het glanzende wat afgezwakt. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik dus terug mijn paletje pakken, weer mijn smudge. Ik pak weer een beetje product en dan dep ik dat terug wat aan. Dus nu is alles goed geblend en dan mocht je gerust terug die een aanzet wat maken, dat het iets meer glanst. Spelen, proberen. Niks is fout. Gewoon doen. Gewoon doen. Zo. Kan dit ook voor mensen met een hele lichte huid? Ja, natuurlijk. Dat kan zeker en vast. Dus zoals ik daarnet zei bij de bril, kun je het feller maken. Alles hangt een beetje af van hoeveel product dat je ook gebruikt. Maar dit is een hele subtiele kleur. Weet heel goed, we zitten nu zonder daglicht in een beetje toch in kunstmatig licht. Dat is altijd een heel, heel ander effect dan een daglicht. Als je een daglicht zet, is dit absoluut is een heel, heel, heel subtiel. En dan is dat zeker combineerbaar met lichte huid. Voilà. Goed. Dan ga ik nog de binnenkant van mijn oog. Eventjes, daar pak ik... mijn pointed brushje voor. Vind je mij zo'n tipje? Ik vind dat heel gemakkelijk. En daar gaan we een primavera voor pakken. Goud, of course. Zo. Mee gezichten trekken. Ik ben mijn eigen echt heel hard aan het inhouden om geen gezichten te trekken. Ik ben mij aan het afwachten tot bij de mascara en met mijn lijntje. En ik hoop dat het niet al te hilarisch wordt.
Maar dat is goed. Dat is teken dat je ze aan het inspannen als je gezichten trekt. Voilà. Goed. Binnenkant van het oog. Dus ik heb een beetje product gepakt en dan ga ik eigenlijk gewoon hier het lichter maken. Zie, dat strekt zo. Dat maakt je oog wat meer open. Hier is trouwens mijn rare kat. Ze gaat zelfs... Of hij gaat zelfs... Ik zal hem eens even laten zien. Zetten ze door. Hier is hij dan. Onze Drey. Echt een toffe. Daar ben ik te lang in de zon gezeten trouwens. Flinke man. Goed. Sorry, dat had er helemaal niks te doen, maar hij was nu hier. Hè? Als je zegt van ik wil dat wat feller, dat kan. Hè? Allee, en je kunt dat een beetje doortrekken naar het midden toe. Als je zegt ik wil dat nog wat gouder maken, dat kan zeker. Als je zegt dat is wat te fel, kun je dat wel wegdeppen. Zo. Ziet je? Gouden tintjes. Voilà. Dus ik heb eigenlijk 3 kleuren nu gebruikt. Goed. Voorlopig ga ik het bij de shadekes houden zo. Mijn lijntje. Vorige keer heb ik een... mijn liquid gebruikt. Ligt hem hier? Ik ga hem even tonen. Ik gebruik die wel heel veel, hoor. Ik vind dat een fantastisch product, maar ik ga die nu niet gebruiken, omdat ja, ik wil ook iets anders laten zien. Dus ik ga nu eerst een lijntje trekken met een gewoon zwart oogpotloodje. Zwart, kleur zwart, zwart. En dan ga ik dat een beetje subtieler maken door met mijn smudge daar terug een kleurtje van, een glanzend kleurtje van paletje nummer 2 over te doen. Om weer dat iets minder hard te maken en dat toch natuurlijk te laten lijken. Voilà. Dus hier ga ik wel voor ook naar de spiegel een beetje kijken, want dat is moeilijk. Dus ik ga gewoon een beetje mijn lijntje trekken. Zo. Zo, zie je? Verschil al. Dus dat is wat harder, hè. Je ziet, trekt dat is... Boef, trekt een zwarte streep. Maar dat is niet erg. Dat gaat zelfs helemaal oké zijn. Zo. Voilà. Dus dat is dat al. Dus 2 mogelijkheden. Wat je kunt doen is... Waar is mijn smudge nu? Ik ga die wel heel even proper maken, omdat ik er al een kleur op heb gedaan. Maak ik die heel even proper. Hop. Want zie, daar komt toch wel redelijk wat vanaf dan. Pak ik terug mijn smudge. 2 mogelijkheden. Je kunt met je smudge dat ook vervagen door dat een beetje rond te cirkelen de hele tijd. Of je kunt daar met een kleurtje over gaan dat dat wat subtieler is en dat dat wat meer weer in het geheel doorgaat. Daarvoor heb ik de Sienna genomen. Zie? Deze, de Sienna. Ook een gouden lookje. Je hebt daar dus in de gouden tintjes, op paletje nummer 2 heb je de Primavera, de Sunny. De Sunny is iets koperder. En dan heb je de Sienna en de Antique Gold. De 2 zijn mogelijk om dit te doen, maar ik vond de Sienna wel tof. Dus ik dacht, ik ga die pakken. Dus dan pak ik met mijn smudge. Hop. Voilà. Zo. En dan ga ik eigenlijk gewoon over mijn lijntje gaan. En dan ga ik dat gewoon een beetje... Wat? Ziet je? Dan is dat minder hard. Dan is dat dadelijk minder hard. Ik ga nog een beetje pakken, hè. Dat het overal hetzelfde is, een beetje... Voilà. Kan perfect ook zonder die oogschaduwen, mannetjes. Allee, je moet dat niet... Als je denkt, ja, nu is mijn lijn precies weg, dat is ook niet de bedoeling. Die is niet weg, hè. Ik heb die gewoon wat laten vervagen, dat het geheel wat subtieler wordt, natuurlijker. Pas op, ik vind dat niet erg, zo'n streepje boven mijn ogen. Ik heb dat altijd, dus... Het is kwestie wat voor een moed dat je bent, hè. Dus, voilà. Goed. Hoe heet die kleur weer?
Ik hoop dat het gaat over het paletje dat je bedoelt. Wat ik nu gedaan heb, is de sienna. Wat ik nu net boven mijn oog heb gezet op het lijntje van mijn oog, is de sienna. Voilà. Goed. Wat ontbreekt er nog? De mooie overgang onder mijn oog. Daarvoor ga ik gewoon terug naar een aanzetkleurtje, de karamel. Daar ga ik terug een beetje product op mijn smudge van pakken. Voilà. Zie je nog een direct lijntje boven de ogen? Kan je naar me? Ja, tuurlijk. Dat kan allemaal. Ja. Ik kan dat bericht precies nu helemaal lezen, maar dat kan allemaal. Met de smudge dient daarvoor voor alles een beetje te vervagen. Alle dingen die te hard zijn, allemaal vervagen, allemaal blenden. Dat komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Dat is allemaal blenden, blenden, blenden. En proberen, gewoon echt proberen. Iedereen is een artiest, hè? Daar komt het op neer. Je kunt niks misdoen. En als je denkt, dit is echt gewoon niet oké, nogmaals, wij zijn er om raad te geven, hè. En hopelijk terug binnenkort face-to-face. Goed, ik heb mijn karamel terug op mijn smudgeje. En dan ga ik gewoon van onderaan mijn oog op mijn onderste wimperrand dat mooi met mijn smudge doortrekken. Dat schoon in verbinding is. Ziet je het verschil? Dat ziet je dadelijk een beetje. Hè? Andere kant ook weer. Mooi verbinden. Zo. Goed. Dan. Mascara. Bij mij zit het dan na een uurtje over mijn hele oogbol. Misschien heeft dat... Wat je eventueel wel kunt proberen, is achteraf, maar dat ga ik ook op het einde doen, is Le Fixeur. Heb je een primer? Primer gebruiken, want dat doet heel veel aan het uitlopen. Dat fixeert heel goed. Je hebt Le Fixeur op het einde. Als je ogen hebt gedaan, dan spreid je, wat ik zelfs ook ga tonen. Dat fixeert, dat zorgt ervoor dat het niet uitloopt. Misschien is dat een goede tip. En afpoederen, hè? Dus alles goed. Wat Carrie zegt. Afpoederen. Afpoederen. Goed. Wimperkes. Een lash primer. Ik heb die nu, als je die elke dag gebruikt, hè, als je hem elke dag gebruikt, ik snap dat niet iedereen nu mascara misschien opdoet, maar als je dat elke dag gebruikt, dat verlengt je wimpers, dat voedt je wimpers. Dat is gewoon over het algemeen goed. Dat beschermt je wimpers voor al hetgeen wat dat de mascara zou ooit fout kunnen doen aan je wimpers. Maar het voordeel is, de twee producten zijn goed, want het is allemaal minerale make-up. Maar het doet toch wel iets. Het verlengt echt waar. Ik meen het. Ik heb heel korte wimpers van mezelf en ik merk dat dat heel veel doet. Dus je pakt de lash primer. Dat is een wit goedje. En je gaat dat gewoon aanzetten. En naar boven. Dus je maakt zigzagbewegingen naar boven. En dat voet, dat doet alles wat het moet doen. Ik moet eerlijk zeggen, echt wel ook een aanrader. Iets wat je wel moet hebben, vind ik persoonlijk. Hier gaan mijn bekken, hè. Hier zijn we zijn vertrokken. Ja, ja, we zijn vertrokken. Ga gewoon niet anders. Anders doe ik het niet goed, hè. Sorry, hè. Zo. Die primer is gezet. Dan. Ik heb hem vorige keer ook gebruikt, maar ik vind hem gewoon zo goed. Oh, hij is zo fantastisch goed. De Le Volumineux. Oh, echt fantastisch gewoon. Die geeft een super effect. Ik ben iemand, hè, die mijn mascara heel vaak, hè, 2, 3, 4 lagen legt. Hè. Niet nodig bij dit. Mag, hè, want 2 lagen mag zeker, als je zegt, nu ga ik weg. 2 lagen doen. Hè. Maar is gewoon niet nodig. Zeker niet in combinatie met je lash primer. Hè. Dus ook, je ziet ook, daar zit zo... Echt, sorry. Hè. Daar zit zo'n boogje in. Dus dat pakt echt je wimpers supergoed mee. Voilà. Geef jullie ook workshops aan huis met de mogelijkheid om producten te kopen. Ja, dat doen we. En we geven ook workshops bij apothekers. Dus er zijn zeer veel mogelijkheden. Je moet maar eens op de website gaan kijken van Saint Persoon en daar staat alles op. Dus de beide zijn mogelijk. Voilà. Goed.
Dan ga ik ook weer hetzelfde doen. Je moet zelfs niet wachten tot dat droog is. Dat is iets dat werkt instant, hè, die lash primer. Je gaat weer een aanzet doen en je gaat weer een zigzagbeweging naar boven. Hup. Jup. Hallee. We zijn vertrokken. En we gaan... Kijk. Jongens. Het is toch fantastisch? Sorry. Ja, ik ben gewoon enthousiast omdat ik zo ben. En het is gewoon goed. Voilà. Andere kant. Je kunt je bovenste en zowel je onderste doen. Dat is naar goesting. Dat is ook een andere... Kijk, de andere kant is recht. Voor de onderste. Hop. Zo. Zo zonde dat ik dat er zelfs terug moet afdoen, toch niet? Ik ga ze biedt echt kei fancy in mijn zetel zitten. Amai. En ziet je? Dit zijn de oogjes. Wat? Klontert die helemaal niet in de mascara? Nee, absoluut niet. Echt niet. Die klontert echt helemaal niet in. Ik weet niet of je het ziet, maar die is echt... Die pakt... Dat is zo ontworpen... Die pakt elk haartje mooi apart. Ja, daar is een rechte kant aan. De andere kant. Voilà. Na 15 minuten hangt de mascara al op mijn wangen. Hoe kan ik dat voorkomen? Ik zou dan echt... Nu kom ik terug op die fixeur. Bij mij doet hem dat wel niet. Dus je moet gewoon goed de tijd hebben om te drogen. Maar ik zou misschien afwerken met Le Fixeur. Die houdt dat goed vast. Voilà. Wenkbrauwpotloodje. Ah ja, want nu is dat niet... Oké, hè. Borstelke. Ziet mij een keer. Kammen ze. Hup, alles in orde. Ze zitten op snee. En dan kun je eigenlijk gewoon... Ook verschillende manieren, hè. Ik ben mijn basis nu aan het tekenen. En je kunt dat inkleuren met het potloodje zelf. Kan, geen probleem. Maar je kunt dat dus ook met oogschaduw doen. Dat is het leuke aan al de producten, hè. Als je al onze tutorials bekijkt, hè, dus je kunt alles herbekijken op ons YouTube-kanaal, op de Facebook-pagina, ook op Instagram hebben we heel veel tutorials staan. Als je daar eens doorgaat, er staan superveel tips in. Er wordt blush gebruikt om... Je lippen te tinten, echt alles is fantastisch gewoon. Om als je tips zegt van, als je weinig producten hebt, je kunt daar echt, je kunt met heel weinig veel doen. Zo, en dan kam ik daar nog eens door. Ik heb hier een klein beetje gemist. Dus nu heb ik... Zo, nu heb ik mijn wenkbrauwtjes ook gedaan. Als je zegt van, ja, ik vind dat niet genoeg, dan is er altijd het wenkbrauwpenseeltje. En dan kun je altijd met oogschaduw, bijvoorbeeld die karamel. Ik zeg nu maar, die staat hier nu open, ik ga dat een keer proberen. Waarom niet? Wat maakt het uit? We gaan dat gewoon een keer doen. Hup, en dan gaat je daar gewoon door en dan heb je zo een voller effect. Ziet je? Met hetzelfde productje naar mannetjes. Het moet allemaal niet... Je moet niet kasten vol hebben uitpuilen. Hè. Je moet gewoon proberen. Hè. Andere kant ook, want anders is het weer niet gelijk. Zo. 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 Voilà. Hop. Goed. Waar zit ik? Ik heb dat allemaal gedaan. Dan ga ik nu highlighten. Contourpaletje. Goed, het contourpaletje of de multi. Twee verschillende soorten. Ik ga hem even tonen. Twee verschillende soorten. De multi is iets gouder. Dus wat gaan we doen vandaag als we goud zijn bezig zijn? De twee zijn echt perfect, hè? Maar ik zou zeggen, laten we voor de gouden gaan van de multi. Alright. Lippentinten met blush. Hoe doe je dat?
Ellen heeft, denk ik, als ik het goed heb, die tutorial gedaan. Ga daar zeker naar kijken. Die is pas geweest nog. Dat is eigenlijk een beetje, dus als je je gloss hebt aangebracht, ik weet dat zij een glossje aanbracht, en dat ze dan met haar blush aanstipte met haar vinger, was echt, kijk er gewoon eens naar. Ellen heeft die gedaan. Zoek maar op. Het staat allemaal op ons YouTube-kanaal. Voilà. We gaan de multi pakken. Ik ga een beetje product pakken. Zo, en dan gaan we de fanbrush. Zo zalig. En dan ga ik in mijn potteken een beetje blazen, want die is heel gepigmenteerd. Verschillende plaatsen waar je dat kunt doen, maar dus hier bijvoorbeeld. Kijk, dat zie je toch direct, hè? Kijk, kijk. Het zonnetje schijnt gewoon terug. Oh, en het is donker buiten zelfs. Kijk, mooi, hè? En hier op je neus kun je dat ook doen. Maakt het zo'n beetje... En hier. En op je... Het hoekje van je lip hier zo. Op. En hier ook. Voilà. Schoon, hè? Goed. Ik ben volledig gehighlight. Is er maar één ding dat er ontbreekt? Het vliegt hier vol multi. Mijn lipjes. Ik heb gekozen voor de crème brûlée. Hop. Goed. Mijn lippen heb ik daar straks trouwens gescrubbed. Waar ligt hem? Ik heb een scrub hier. Ligt hem hier dichterbij zijn? Kan ik het tonen? Haha. Scrub. Scrubje. Voor als je wat kapotte lippen hebt, is dat wel handig. Dan. Lippen sticht, hè, jongens? Of course. Omdat dat naturel is. Wat ik dan altijd doe... Kijk, okay, is mooi, zo'n beetje een nude-effect, hè? Tof, toch? Nee? Wat ik dan meestal doe, is... Ik pak me een douche. Hopsa. Mooi. En dan denk ik... Oké, ik ga voor nog een glosje erop. Dus. De abricot... Oh, je ziet het moeilijk. Ja, abricot. Ik weet niet of je het goed ziet. Ja, sorry. Het is soms een beetje zoeken voor het beeld. Welke lipstick? Geen probleem. Waar is hem? Waar heb ik hem gezet? Ik heb hem al weggezet. Ik ben weer te snel. Crème brûlée. Crème brûlée. Zo. Nee, de nude parfum heb ik ook. Maar ik heb de crème brûlée. Maar die lijken wel een beetje op elkaar. Wacht, ik zal het verschil even laten zien. Hè? Dus crème brûlée. Wacht, hè. Kijk. Die zijn niet zoveel verschil. En nu ziet je dat natuurlijk moeilijker, omdat het op beeld is. De beide zijn kei mooi, hè. De beide zijn super, super mooi. Met een glosje... Voet en geeft een glansje. Voilà. Goed. En dan... Fixatiespray. En ga ik even... Een zomerbriesje. Voilà. Ik ben eigenlijk klaar. Dat is mijn sunny look. Wat vind je ervan? Ik vind het wel oké. Zijn er nog vragen? Willen jullie graag dat ik de kleurtjes nog eens overloop die ik gebruikt heb? Of is het duidelijk voor iedereen? Ik hoop dat het duidelijk is, alleszins. Super. Heel tof. Als het voor iedereen duidelijk is... hoe dan ook,
als je het echt, echt niet meer weet, dan kun je gewoon rewind doen. Of je kijkt dat opnieuw. YouTube-kanaal, echt heel veel dingen mogelijk. Wie de productjes wil, interesse heeft, vraag het aan ons bij de apothekers. Je kan online shoppen op onze webshop van 100%. Je kan er alles online krijgen. Je kan dan kiezen of dat het met de post bij jou geleverd wordt of dat het bij de apotheek wordt afgehaald. Er zijn apothekers zelfs die leveren. Ik weet dat onze lokale apotheker hier in Scherpenheuvel, dat die levert aan huis zelfs, dat ik me goed herinner van vorige keer. Dus veel mogelijkheden. Als je dan toch via de webshop zou bestellen, vergeet dan zeker niet te vermelden wie uw apotheek is, uw favoriete apotheek. Zodat we zeker en vast dat weten en dat mee hebben. Welke blush gebruikt je? De Corail. Ik ga hem even terugtonen. Corail, dat is deze. Is iets meer oranjeachtig. Voilà, ça. Heel fijn. Oké, ik hoop dat het duidelijk was. Ik vond het weer super, 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 super fijn. En ik ben ook heel blij dat jullie allemaal zo positief zijn en gekeken hebben. Goed. Krijgen we later een foto van voor en na? Kan ik altijd doen. Sowieso, daarna staat al, dus de foto van deze look staat sowieso al online. De voor is nog moeilijker, kan ik eventueel wel doen. Ik zal dat sowieso naar de toekomst nog wel een keer posten. En voilà. Goed, ik ga jullie... Wacht, als je bestelt via webshop, komt het dan op de kaart. Goeie vraag. Daar gaat Caroline op moeten reageren, vrees ik. Dat weet ik niet heel zeker. Caroline gaat daar wel sowieso een antwoordje op geven. Of iemand van de mensen die dat weet. Sorry, daar kan ik niet op antwoorden. Goed, oké. Als er nog vragen zijn, dan zie ik ze achteraf wel binnenkomen. En heel hard bedankt voor het kijken. En ik wens jullie hopelijk in de komende dagen veel oefening voor deze sunny look. Want het zonnetje komt sowieso terug. Goed? Heel fijn. Super. Dankjewel. Dag.